Goedemorgen en welkom bij het Tele2-webinar over het nieuwe bellen. Vandaag gaan we in op de gevolgen van het feit dat ISDN in 2019 stopt en welke consequenties dat heeft voor bedrijven. Hoe weet je eigenlijk dat je ISDN hebt en waar moet je rekening mee houden met als je overstapt? We leggen het je vandaag allemaal uit in een heel kort webinar van maximaal 30 minuten. Mijn naam is Noord van der Mosselaar, ik ben marketeer bij Tele2 en ik heb vandaag mijn collega Jurgen Welbergen, telefonische expert in telefonische bereikbaarheid, meegenomen. Dankjewel Noord, goedemorgen. Mijn naam is inderdaad Jurgen Welbergen, ik ben senior business consultant bij Tele2 en mijn specialisme is telefonische bereikbaarheid. Daarvoor sta ik dagelijks in de Connected Lounge van Tele2 in het FC Utrecht Stadion, waarin ik klanten meeneem in demonstraties, presentaties, inspiratiesessies op het gebied van eigenlijk alles wat er in moderne bereikbaarheid te bedenken is. Voordat we starten met het programma, een aantal kleine huishoudelijke mededelingen. Er is voldoende ruimte om vragen te stellen. Aan de rechterkant van je scherm zie je een formuliertje wat je in kunt vullen. Als je daar op send drukt, dan komt de vraag bij mij binnen. Die vragen gaan we tijdens het programma zoveel mogelijk proberen te behandelen waar het relevant is in het verhaal. En anders gaan we na afloop tijdens de Q&A daar uitgebreid nog op in. En je kunt het webinar na afloop ook heel gemakkelijk terugkijken. Jullie ontvangen allemaal straks een mailtje waarin de link zit naar het video on demand stuk. Zoals je hebt alle tijd om dat nog op je gemak rustig na te kijken. Jur, vandaag zoomen we in op het uitfaseren van ISDN. En wat bedrijven kunnen doen om goed bereikbaar te blijven. Maar wat is ISDN eigenlijk? Nou, ISDN, dat is eigenlijk al heel lang geleden dat dat werd geïntroduceerd. Dat was in 1991. Nou, zoals je op je plaatje kunt zien, toen was Arnold Schwarzenegger eigenlijk nog in iedere actiefilm te bewonderen die je maar kon verzinnen. En was er eigenlijk ook helemaal niks aan de hand als Donald Trump in het publiek zat. Ja, en er was een computer, een pc, dat was eigenlijk een soort meubelstuk wat je in je kantoor had staan. Zo groot was dat. Wat wel toen in 1991 heel vernieuwend was, dat je via één en dezelfde telefoonlijn kon bellen en surfen op het internet. Ook dat ging toen allemaal eigenlijk heel anders dan nu, want toen was dat 64 kilobit. Of als je zelfs de hele ISDN-2-lijn gebruikte, was dat 128 kilobit. Het was fenomenaal astronomisch snel. Op het hoogtepunt van ISDN-2 waren er ongeveer 1,6 miljoen gebruikers op dat netwerk. Ja, nu zijn het er veel minder geworden, want ja, de technologie is verouderd. Het biedt veel minder mogelijkheden om een goede bereikbaarheid in te richten. En ja, vast mobiel integratie is eigenlijk al helemaal erg ingewikkeld op ISDN-2. Als ik als bedrijf ISDN heb, hoe weet ik dat dan? Is dat heel makkelijk te achterhalen? Dat is wel makkelijk te achterhalen. ISDN werd in de jaren 90 geïntroduceerd als alternatief voor analoge telefoonlijnen. Veel bedrijven hebben daar toen geïnvesteerd, omdat de telefooncentrales die toen kwamen ook wel veel meer mogelijkheden gingen bieden. Maar wat ik wel zie is dat veel ondernemers eigenlijk helemaal niet bezig zijn met wat voor type telefoonlijn heb ik nu. Er zijn toch nog wel heel veel ondernemers die er gebruik van maken zonder dat ze er zelf erg in hebben. Want als het werkt, waarom zou je er dan naar gaan omkijken? Je kunt erachter komen of je ISDN-2 gebruikt door te kijken in de meterkast, heel simpel. Daar zie je beige kastjes hangen. Daar staat meestal een groen logo op van een telecom operator en daar staat ISDN-2 op. Wat je ook kan doen is op de factuur van je leverancier nakijken, van je provider of je operator. Of dat je betaalt voor ISDN-2 lijnen. Het abonnementsgeld voor een ISDN-2 lijn per 2 maanden zou zomaar €66 per maand ongeveer kunnen bedragen. Nou, dat valt heus wel op een telefoonnota voor een klein zakelijke ondernemer. Bij twijfel neem gewoon contact op met je provider en vraag of dat het over een ISDN-2 sluiting gaat, aansluiting gaat. Ja. Waarom stopt het eigenlijk ISDN? ISDN, de afkorting die staat voor Integrated Services Digital Network. Het was toen heel erg geavanceerd. Ja, inmiddels is het best wel verouderde digitale techniek. Het wordt nog wel gebruikt binnen het bedrijfsleven, zoals ik al uitlegde. Maar heel veel providers en operators stoppen ermee. Want er zijn ten eerste veel betere alternatieven. Die technologisch veel meer oplossingen bieden voor een veel betere bereikbaarheid. Daarnaast is het zo, voor één ISDN-2-lijn worden nog steeds 2 koperdraadjes keurig netjes bij jouw bedrijf binnengebracht. Dus als je 4 van die lijnen hebt, heb je heel veel infrastructuur nodig. Dat is met de nieuwe IP-wereld natuurlijk heel anders. Dus met name ISDN-2 is achterhaald. Dat zal volgend jaar september gaan stoppen. Maar ISDN-20 en ISDN-30, dus de grotere varianten met meer kanalen, die blijven voorlopig nog wel in de lucht. Ja, en wat is voorlopig? Kun je daar iets over zeggen? In ieder geval zal het nog wel een jaar of 2 door blijven lopen. Maar ja, je kunt ervan uitgaan, als de operators het ISDN-2-netwerk gaan uitfaseren, dat natuurlijk de volgende stap de ISDN-20 en de ISDN-30 zijn.
Dat is iets minder eenvoudig als het uitfaseren van ISDN 2, omdat ja, over het algemeen veel grotere bedrijven, meer telefoonlijnen, gebruik maken van die ISDN 20 of die ISDN 30 lijnen. Ja, hey, als ISDN stopt, hè, waar moet je als bedrijf rekening mee houden? Waar je eigenlijk rekening mee moet houden is dat je zal een alternatief moeten gaan kiezen voor die ISDN 2 verbindingen. Het belangrijkste waar ik de nadruk op wil leggen, begin op tijd. Haasten is ineens een slechte raadgever. Je moet altijd beginnen van, heb ik ISDN 2 abonnementen? Of heb ik een analoge telefoonlijn? Want voor analoge telefoonlijnen zit dat er eigenlijk ook wel aan te komen. Analoge telefoonlijnen worden ook wel PSTN genoemd. Maar ja, september 2019 gaat er toch iets gebeuren. Meestal heb je eigenlijk geen contract meer. Veel bedrijven denken nog steeds dat ze vastzitten aan een contract wat stilzwijgend per jaar verlengd wordt. Maar ja, dat is wettelijk natuurlijk al een hele tijd niet meer toegestaan. Het begint met het opzeggen van in ieder geval je abonnement. Dat zou ik voor je ISDN 2-lijn doen. Maar als je naar vast en mobiel integratie wil, zou ik toch ook kijken naar die mobiele abonnementen. Dat je hem in ieder geval pro forma opzegt, zodat je als ondernemer de vrijheid hebt om keuzes te maken. Zoek het telefoonnummer op, het e-mailadres, het postadres van je aanbieder. Want een opzegging of een pro forma opzegging moet je altijd het beste via e-mail of schriftelijk doen. Er zijn er die dat telefonisch doen, maar ik zou hem toch altijd bevestigen. Wat verder een aandachtspunt is om rekening daarmee te houden, is heb je nog een servicecontract op die telefooncentrale zitten? Want voor hetzelfde geld ga je dadelijk over naar een nieuwe oplossing. En heb je nog een servicecontract lopen op een telefooncentrale die je al lang niet meer hebt? Het tweede is toch ook wel, ja, je moet je alternatief gaan kiezen. Je moet bepalen van welke kant wil ik uitgaan. Ga heel goed nadenken, welke wensen heb ik aan die telefonieoplossing. Denk er goed over na dat vandaag de dag de klant eigenlijk een beetje bepaalt hoe jij bereikbaar bent en dat je dat niet meer zelf doet. Ik noem dat ook wel een beetje de Martini-gedachte, anytime, anyplace, anywhere. De klant bepaalt wanneer ze jou willen bereiken. Nou, je hebt een aantal keuzes. Wil ik mijn huidige setup behouden? Dus ja, wil ik eigenlijk één op één overgaan? Wil ik vast en mobiele telefonie gaan combineren? Nou, dat is natuurlijk iets wat alleszins aan te raden is. Of wil ik eigenlijk mijn vaste telefonie helemaal vervangen door mobiel? Ja, en herken je daar bepaalde trends in, Jurgen? Je spreekt natuurlijk veel bedrijven. Zie je bepaalde voorkeuren bij bepaalde grote type bedrijven, welke keuzes ze maken? Nou, eigenlijk het belangrijkste wat je ziet, ja, er zijn een aantal keuzes die daar belangrijk zijn. Je ziet toch uit kostenoverweging en uit mogelijkhedenoverweging dat de klant het meeste kiezen voor hosted telefonie. Om dat nog eventjes een beetje toe te lichten. Ik zou van ja, je huidige setup behouden. Die zal ik iets uitdiepen. Wat je dan doet, je behoudt eigenlijk de combinatie van wat je nu hebt. Je hebt vaste en mobiele telefonie naast elkaar. Je houdt nog een lijn. Ja, dat blijft allemaal ingewikkeld met alle voor- en nadelen van dien. Die gaan we zo nog wat uitdiepen. Vaste en mobiele telefonie combineren, ja, dat is wat ondernemers toch vaak naar gaan kijken. Want daarmee maak je de bereikbaarheid van jouw bedrijf beter. Je kunt namelijk ineens je mobiele telefoon gaan gebruiken als een vaste. En dat ook integreren. Maar de vraag die jij stelde van ja, wat kiest men het meeste, dat is eigenlijk de vaste telefonie volledig vervangen door mobiel. Waardoor je alles wat je met je vaste telefoons deed, voortaan met mobiele doet. En zelfs het vaste nummer van jouw bedrijf daarop uit gaat komen en je naar buiten belt met het vaste nummer. Ja, en als je bepaald hebt welke wensen je van telefonie hebt binnen je organisatie of binnen je bedrijf. Welke alternatieve oplossingen zijn er dan? En hoe bepaal je wat dan het beste bij jouw bedrijf past? Ja. Er zijn een aantal oplossingen. De eerste waar je voor zou kunnen kiezen is weer investeren in een eigen telefooncentrale. Dat heet dan tegenwoordig een SIP-centrale. SIP staat voor eigenlijk de nieuwe digitale telefoontechniek. Daar zitten wel wat nadelen en wat voordelen aan. We komen zo op alle vormen. Maar als je gaat kijken naar het zelf investeren in een SIP-centrale, ja, dan is eigenlijk het integreren van vaste en mobiele telefonie is best lastig. Je koopt dan weer een telefooncentrale, heel simpel gezegd. Die wordt in jouw bedrijf aan de muur geschroefd. Ja, je kunt daarmee doorschakelen, dat soort dingen. Maar volledig geïntegreerd, nou, dat is eigenlijk niet echt aanwezig. Een tweede aandachtspunt, wat een nadeel kan zijn van het investeren in een SIP-centrale die je zelf in jouw bedrijf investeert, zijn de kosten. Ten eerste ga je investeren. Misschien moet je toch weer lokaal bekabeling gaan aanleggen.
Je hebt weer een eigen telefoonlijn. Dat is dan weliswaar geen ISDN-2-lijn meer, maar een SIP-lijn. Maar je hebt al die abonnementskosten weer. Verder is het beheer een aandachtspunt. Het investeren in een telefooncentrale, dat maakt het toch vaak zo dat jouw leverancier degene is die voor jou aanpassing kan doen in de oplossing en die kan bepalen hoe jouw bereikbaarheid wordt ingesteld. Dat zijn allemaal kosten. Je bent ervan afhankelijk. Dat kost tijd. Ja, en als laatste de schaalbaarheid. Dat is altijd al zo geweest. Maar als je zelf investeert in een SIP-telefooncentrale of vroeger in een ISDN-telefooncentrale, dan heeft zo'n systeem een bepaalde maximale aanslagcapaciteit. Ik noem bijvoorbeeld een getal van 12. Je kunt 12 gebruikers aanmelden, maar ja, je bedrijf gaat groeien en je wil er 18. Nou, dan is het in een eigen telefooncentrale vaak onvermijdelijk dat je moet investeren in weer een nieuwe met meer capaciteit. Dus nou, dat is eigenlijk het eerste alternatief. Je kunt ook nog nadenken over een noodoplossing. En een noodoplossing wil eigenlijk zeggen, ja, mensen noemen het ook wel een converter. Je houdt je eigen telefooncentrale, dus je houdt eigenlijk je oude vertrouwde ISDN-telefooncentrale. En het enige wat je doet is je vervangt de oude ISDN-2-lijn door een SIP-telefoonlijn. En daar zet je dan een converterbox voor. Ja, dan blijf je behangen in de wereld waar je altijd al zat. Nou, daar zitten ook bepaalde voor- en nadelen aan. Het zijn in dit geval helaas toch meer nadelen. Want ja, in die oude ISDN-2-centrale, daar is vast en mobiel ook helemaal niet op elkaar geïntegreerd. Dat verval je ook weer gewoon in doorschakelingen. De kosten zijn altijd toch een ding, want je houdt ook weer die eigen telefoonlijn. Je gaat de ISDN-2 dan weliswaar vervangen door een SIP, maar er moet weer een converter tussen komen. Dat soort zaken meer. Je houdt ook je kosten voor het onderhoud op de ISDN-2-centrale. Die kosten kunnen hoger worden, omdat het systeem steeds ouder wordt. Beheer. Nou ja, dat hangt er een beetje van af. Sommige klanten kunnen in zo'n ISDN-2-centrale zelf toch wel wat doen. Maar voor een groot gedeelte blijven ze ook afhankelijk van die leverancier. En ook weer de schaalbaarheid, zeker voor een ISDN-2-telefooncentrale, die is absoluut gebonden aan de maximale capaciteit. Dus ja, als jouw bedrijf groeit of je wil meer mogelijkheden, dan zul je gauw voor kosten komen te staan om dat te gaan realiseren. Mm-hmm. Waar het overgrote deel van zowel kleinzakelijk, maar ook grootzakelijk voor kiest op dit moment, dat is een hosted telefonieoplossing, bijvoorbeeld bij Tele2 Hosted Voice, zoals wij dat noemen. Want ja, daar heb je heel veel voordelen in. Het allerbelangrijkste in die hosted telefonieoplossing is dat vaste en mobiele telefonie daar als een standaard op elkaar zijn geïntegreerd. En dat betekent dat je dus zelf zou voor kunnen kiezen om helemaal geen vaste toestemming op het bedrijf neer te zetten. Maar je houdt wel gewoon je vaste nummers en je belt naar je klanten met die vaste nummers vanaf die mobiele telefoon. Verder de kosten. Over het algemeen zijn de kosten voor een hosted telefonieoplossing vele malen lager als het investeren in een eigen telefooncentrale of het behouden van je bestaande telefooncentrale. Dat komt ten eerste door de schaalgrootte van de operator. Die heeft natuurlijk enorm veel aansluitingen in zijn telefooncentrale aanwezig die hij vanuit de cloud aan de klant beschikbaar stelt. Daardoor kunnen de kosten veel lager zijn. Vaak is het bellen ook volledig inbegrepen. In Hosted Voice is bijvoorbeeld zelfs het bellen niet alleen naar alle vaste nummers en mobiele nummers in Nederland, maar ook naar vaste mobiele nummers in Europa en in de Verenigde Staten inbegrepen. Dat scheelt je vaak heel veel in kosten. Beheerkosten heb je niet, want een goede Hosted Voice, een goede hosted telefonieoplossing, daar zit gewoon een goede beheerpoort al bij, waar jij zelf als ondernemer gewoon de hele omgeving kunt beheren, instellingen kunt maken, namen kunt toevoegen, nummers kan wijzigen, alles wat je maar kan verzinnen. Als laatste de schaalbaarheid van een hosted telefonieoplossing. Bijvoorbeeld in een Hosted Voice, daar kunnen wij heel kleinzakelijke klanten mee bedienen. Dat zijn klanten die maar 1 of 2 mobieltjes hebben, waar wel het vaste nummer van de zaak op zit. En als de zaak gebeld wordt, gaan allebei die mobieltjes bellen. Tot hele grote bedrijven die misschien wel 1500 of 2000 aansluitingen hebben. Hey, we hebben het uitgebreid gehad over telefonie via ISDN, hè? Ja. En de alternatieven daarvoor. Maar ook heel veel bedrijven maken gebruik van ISDN voor hun PIN-betalingen en ook voor alarm. Wat betekent het stoppen van ISDN voor die oplossingen? Nou, er zijn inderdaad nog heel veel bedrijven die hun alarmsysteem hebben aangesloten op de ISDN-2-lijn. Daar was ook helemaal niks mis mee, want het werkte prima. Alarmmeldingen werden redelijk snel gemaakt. Maar als ISDN-2 ophoudt te bestaan, dan zul je dus ook iets met je alarmsysteem moeten gaan doen en met je PIN-oplossing. Nou zijn er in de markt aanbieders die zeggen, nou, we hebben een gateway of een ATA-box of geef zo'n ding maar een naam, waarmee we dat nieuwe digitale signaal toch weer kunnen omzetten naar een analoog signaal. Nou, hou er wel rekening mee dat verzekeringsmaatschappijen dat niet accepteren. Die vinden dat geen voldoende oplossing om alarmmeldingen door te geven.
Want ze willen gewoon dat zo'n alarmmelding vanuit het systeem over een beveiligde en gecertificeerde verbinding gaat. De kans is groot dat je daar dus een aparte verbinding met alarmtransport dient te gebruiken. Je zou ook kunnen kijken bijvoorbeeld naar een goede internetverbinding waar gecertificeerd alarm overheen kan. Mm-hmm. Wat je anders kan doen is natuurlijk ook investeren in een nieuwe alarmcentrale. Ja, dat is de meest extreme. Maar een nieuw alarmsysteem biedt natuurlijk standaard de mogelijkheid om alarmen door te melden via het internet. Er zit vaak ook een mobiele backup in. Daarmee bedoel ik dat zo'n nieuw alarmsysteem vaak is voorzien van een simkaart, waardoor je ook kunt melden naar de meldkamer via simkaart. Nou, daar zit natuurlijk altijd ook een tussenweg in. Er zijn ook best veel alarmsystemen die nog redelijk up-to-date zijn en nog niet 15 jaar oud zijn. Ja, dat soort systemen kunnen vaak door jouw leverancier worden aangepast, zodat je bestaande alarmsysteem alsnog via IP of via een simkaart of een combinatie alarmmeldingen gaat maken. Kosten voor het ombouwen van je alarmsysteem, die zijn heel lastig te geven. Het hangt natuurlijk vanaf hoe groot je alarmsysteem is en wat het is en hoe oud het is. Maar hou daar rekening mee met bedragen tussen de 250 en de 1500 euro. Pinnen, daar hadden we het ook over. Ja. Pinnen is natuurlijk ook best een aandachtspunt. Belangrijk om te vermelden is in ieder geval dat de Nederlandse Betaalvereniging adviseert om over te stappen naar IP-pinnen. Dus die hebben al zoiets van, ja, doe je dat nog via een ISDN2-lijn, dat duurt te lang. Je wil graag, zeker op zaterdagmiddag, als jij veel klanten in jouw bedrijf hebt staan, dat de pinbetalingen binnen een fractie van een seconde worden afgehandeld en dat niet een seconde of 10 gaat duren. Ook pinnen kan weer over een IP-verbinding met een certificering voor pin. Aan de andere kant zijn er ook steeds meer leveranciers van pinapparaten die dat via een simkaart doen. Ja, maar IP is hier de enige echte oplossing. IP is eigenlijk de enige echte oplossing, want ja, alles wordt IP. Internet is IP, de telefonie is IP, alarmmelding is IP. Ja. Ja, eigenlijk alles is IP. Ik heb ook een vraag binnen van een van de kijkers. Is dat ook iets wat Tele2 kan bieden, een totaaloplossing voor PIN en alarm? Ja, Tele2 heeft in haar portfolio internetverbindingen waar wij gecertificeerd, dat is het belangrijke woord erin, gecertificeerd PIN en gecertificeerd alarm kunnen bieden. Zodat de melding, dat noemen ze in een afkorting een pak, maar zodat de melding over een gecertificeerde lijn wordt afgeleverd bij je particuliere alarmcentrale. Ja. Jur, als straks mensen gaan overstappen, wat zijn dan de allerbelangrijkste dingen waar ze rekening mee moeten houden? Nou, waar je vooral rekening mee moet houden is dat je eerst gaat verdiepen van wat zoek ik, wat wil ik, hoe wil ik bereikbaar zijn. Ik gaf net al aan, vroeger verzon je als ondernemer zelf van nou, wij richten een bepaalde bereikbaarheid in en daar zullen onze klanten ongetwijfeld blij mee zijn. Maar nu is dat toch wel anders hoor, want de klant bepaalt hoe die jou wil bereiken en dat doet hij gewoon 365 dagen per jaar, 24 uur per dag. Dus weet heel goed wat je wil, zoek heel goed naar een partij die jou daarover kan adviseren. Dat advies van een partij die dagelijks met deze materie te maken heeft, kan je heel goed gaan helpen, want ze hebben ook heel veel praktijkvoorbeelden van dingen die zij tegenkomen daar in het veld. Ik vind het leuk voor de kijkers om gewoon twee voorbeelden te pakken. Ik hou ze bewust heel compact, zodat ze begrijpelijk zijn en je kan kijken van, hey, hoe zou ik dit zelf toe kunnen passen? Ik heb een voorbeeld, dat is een bedrijf wat service en onderhoud verleent op centrale verwarmingssystemen. Die hebben 5-6 monteurs in de buitendienst rijden en die hebben allemaal uiteraard een 06-telefoon. Nou, die monteurs die bellen naar klanten met die 06-telefoon van kan ik een uurtje eerder komen, kunnen we het onderhoud al uitvoeren of ik heb het onderdeel binnen, kan ik zo komen. En die klanten schrijven al die 06-nummers op en die gaan natuurlijk rechtstreeks terugbellen naar die verwarmingsmonteurs. Nou, dat is lastig, want die worden heel de dag van hun werk gehouden. En als ondernemer zou je die telefoontjes liever gewoon op jouw bedrijf willen hebben, omdat je daar dan ook de afspraken kan maken en het klinkt flauw, maar ook voorkomt dat jouw centrale verwarmingsmonteurs voortaan op zaterdagmiddag ook heel veel werk hebben waar je als ondernemer helemaal geen weet van hebt en ook geen factuur meer hoeft te sturen, omdat de centrale verwarmingsmonteur dat ook afrekent met de klant. Het is natuurlijk heel eenvoudig in het nieuwe bellen als jij die centrale verwarmingsmonteurs naar buiten laat bellen vanaf hun mobiele telefoon met het vaste nummer van de zaak. Daarmee ga je natuurlijk bereiken dat die klanten alleen maar terugbellen naar de zaak. Nou, dan doet iedereen waar die goed in is. Het bedrijf die maakt de afspraken, die voert de administratie en de monteurs worden eigenlijk overdag helemaal niet gestoord met allerlei telefoontjes van klanten. Een tweede voorbeeld wat ik heb, dat is ook wel een mooie. Ik heb een voorbeeld uit mijn praktijk van een scootershop.
Die hebben echt alles heel goed voor elkaar. Ze hebben een mooie winkel. Ze hebben een hele goede website. Ze zijn heel actief met Facebook en Instagram. Daar bereiken ze hun doelgroep ook heel goed mee. Dat zijn jeugdigen. Maar er moest een afspraak gemaakt worden voor het repareren van een scooterband. Het is eentje uit mijn eigen praktijkervaring. We gingen bellen naar de zaak en de telefoon werd niet opgenomen. Ondanks dat we daar al 2 jaar klant waren en de scooterband daar eigenlijk het liefste gerepareerd moest worden. Acuut geval, we swipen op Google door naar de volgende, naar een conculega en daar wordt wel de telefoon opgenomen en de afspraak voor de scooterband gemaakt. Waarom? Nou, het is best een groot bedrijf. Ze lopen daar met mobiele telefoons met het vaste nummer erop. De band is niet ten eerste gemaakt, maar ten tweede de nieuwe scooter die gekocht wordt, gaat dan uiteraard ook bij die scootershop vandaan komen. Nou, dat zijn gewoon hele eenvoudige voorbeelden waarvan je in eerste instantie denkt, is dat echt waar? Ja, dat is echt waar. Dit zijn dingen die in de praktijk gebeuren. Klanten willen nu geholpen worden en accepteer het niet als de telefoon niet opgenomen wordt. Het overgrote deel gaat ook nog via de telefoon. Dat als eerste. Bedenk goed wat je wil. Probeer je in te leven in je klant. Praat dus nooit met klanten, maar probeer te begrijpen hoe jouw klanten jou willen kunnen bereiken. En zoek een partij die jou goed kan adviseren daarin. Nou, een ding wat we al benoemden, dat is natuurlijk ook belangrijk. Zeg op tijd je contracten op, zowel voor vast of mobiel, zodat je je handen vrij hebt om naar een nieuwe oplossing te gaan. Wacht daar ook niet mee tot september volgend jaar, want haast is de slechtste raadgever die je me kunt verzinnen. Nou, wat een laatste ding is waar je goed over na moet denken, ga ik zaken doen met een bedrijf, met een leverancier die mij een hosted voice of een hosted telefoniedienst levert, maar die ook toch wel dingen bij mij op locatie komt installeren. Want ja, het zijn allemaal clouddiensten, maar ja, je wil er als ondernemer geen hussel van. Je wil dat ook vaste toestellen netjes eventueel op de plaats gezet worden, dat alles voor je wordt klaargezet, dat alles wordt geconfigureerd, zodat jouw bereikbaarheid gaat doen wat je wil. En dan als allerlaatste, als het allemaal klaar is, dat er een hele goede instructie opgegeven wordt. Zodat niet alleen jij, maar ook jouw medewerkers snappen waarom hebben we dit gedaan en hoe kunnen we deze bereikbaarheid maximaal uitnutten. Ja, dank Helder. Ja, laten we eens kijken naar wat voor vragen er binnen zijn gekomen. Ik heb een vraag van Bob, die vraagt waar de voornaamste besparingen zitten als je overstapt. Dus even los van de functionaliteit die het heeft, maar waar zit de grootste besparing als je overstapt naar een alternatief? Nou, de grootste besparingen in een alternatief zitten vooral dat de kosten voor de aanbieder lager zijn, dus uiteindelijk ook jouw kosten lager zijn. Mm-hmm. Waar verder veel besparing kan zitten is dat je ziet dat heel veel ondernemers, of ze nou 10 aansluitingen hebben, nou, dat worden meestal 8 mobieltjes en 2 vaste. Of ze hebben 1000 aansluitingen, dat worden dan 980 mobieltjes en 20 vaste. Je hoeft eigenlijk geen vaste infrastructuur meer aan te leggen. Zowel niet aan de buitenkant, maar ook niet binnen jouw bedrijf. Je hoeft niet meer te investeren in vaste telefoons. Want je hebt al die mobieltjes al meestal al rondlopen. En wat verder ook belangrijk is, alle kosten voor het gebruik van die oplossing, die zijn over het algemeen gewoon inbegrepen. En ik gaf al als voorbeeld met Hosted Voice, dat je onbeperkt belt naar alle vaste mobiele nummers in Nederland, maar ook naar Europa en ook naar de Verenigde Staten. Dus daar kun je al heel snel enorme besparingen realiseren. Andere vraag die daarmee samenhangt, is voor welke bedrijven is een hosted telefonieoplossing geschikt? Is het vooral groot of klein? Of? Nou, daar zit eigenlijk weinig onderscheid in. De kleinste klanten die je kunt bedienen, dat noemen wij vast op mobiel. Dat is eigenlijk een kleinzakelijke ondernemer die misschien 1 of misschien 2 mobiele toestellen heeft. En die zegt, nou, ik wil eigenlijk mijn cliënten, mijn klanten gaan bellen met een vast nummer van mijn bedrijf, want daar ben ik ook mee bekend op internet. Maar ik wil eigenlijk wel als mijn bedrijf gebeld wordt, dat er dan 2 mobieltjes gaan bellen. Nou, dat noemen we vast op mobiel, dat zijn heel kleinzakelijke klanten. Maar je kunt hier ook heel grootzakelijke klanten mee bedienen. En dat zit eigenlijk tussen de 800 en 1000. We hebben klanten met meer dan 2000 aansluitingen. En alles wat daartussen zit. Dus hosted telefonie, het nieuwe bellen, dat is eigenlijk in alle bedrijfsgroottes, in alle bedrijfstakken is dat wel geadopteerd. Ja, ja. Andere vraag is, als ik het met mijn eigen ogen wil zien, en of ik goed advies wil krijgen, vraagt hij ook, waar kan ik dan terecht? Nou, wat Tele 2 betreft kun je uiteraard bij ons terecht in de Connected Lounge. Dat is in het FC Utrecht Stadion, Galgenwaard. Daar hebben we een prachtig mooie demo-opstelling staan. Het is alleen al een ervaring om daar naartoe te komen. Maar daar kunnen we je in een sessie van 2 uur helemaal meenemen in wat is nou de nieuwe bereikbaarheid, wat is het nieuwe bellen. En we maken die sessies ook graag heel interactief, zodat je eigenlijk al jouw vragen of al jouw dingen, alles wat belangrijk is voor jouw onderneming, kunnen beantwoorden, kunnen behandelen, maar vooral ook werkend kunnen laten zien. Wat gaat het voor jouw bedrijf betekenen?
Nou, sowieso in het webinar nodigen we natuurlijk mensen uit om hun gegevens zo dadelijk eventjes weer te geven. Dat zal Noord nog even toelichten hoe je dat doet. Maar ja, zien is geloven. Dus jullie zijn in ieder geval allemaal van harte welkom in de Connected Lounge van Tele 2 om het live te beleven, maar ook een advies te krijgen van wat is nou zin en wat is nou eigenlijk complete onzin. Ja, dank Jurgen. Heel helder uitleg. Ik hoop dat het voor alle kijkers ook heel duidelijk was en dat het veel verhelderend werkt. Wil je het nou echt met eigen ogen zien? Laat je telefoonnummer dan even achter in de mail en dan bellen we je terug. Zoals ik eerder al zei, we gaan jullie ook een mailtje sturen met de link naar het webinar. Zodat je dat op gemak nog een keer terug kunt kijken. En er is heel veel informatie beschikbaar op de site nieuwebellen.com, waar je alles leest over overstappen, de consequenties, de risico's, et cetera. Maar ook een besparingstool waar je kunt zien hoeveel jouw organisatie concreet kan besparen. Dus ik wil jullie van harte uitnodigen om daar ook een kijkje te gaan nemen. Dank voor jullie aandacht en graag tot de volgende keer.